Hallo en welkom bij dit instructiefilmpje. We gaan het vandaag hebben over categorieën. Als je even meekijkt, dit is hoe mijn site er tot nu toe uitziet. En het begint al langzamerhand iets te worden. Er moet er nog steeds vrij veel gebeuren. Vandaag gaan we bezig met het zijbalkje. Ik wil hier nog wat nieuws in hebben. Kijk, ik heb nu 3 berichten, maar er komen vanzelf meer berichten bij. En ik wil die berichten graag onderbrengen in verschillende categorieën. Dan kan ik er wat sneller bij komen en heb ik de dingen die bij elkaar horen ook bij elkaar staan. Hoe doen we dat? Nou, eerst maar eens categorieën aanmaken via de achterkant van de site. Daarvoor ga ik hier naar het kopje berichten toe. En je zag het al staan, maar nu staat het hier categorieën. En hier kan ik een nieuwe categorie toevoegen. Nou, gezien waar we mee bezig zijn met de talentklas, noem ik deze categorie ijstijd. Een slug staat erbij wat het is. De URL-vriendelijke versie van de naam. Kleine letters, cijfers, koppeltekens. Nou, in dit geval dus kleine letters. Ijstijd. Hoofd, beschrijving. Trek ik me niks van aan. Nieuwe categorie toevoegen. En als ik daarop heb geklikt, dan komt die hier in beeld te staan. Zoals je het ziet. Je ziet ook dat daar nog helemaal geen aantallen zijn. Er zijn geen berichten die vallen onder de categorie ijstijd. Er zijn wel al 3 berichten die vallen onder geen categorie. En die getallen wil ik uiteindelijk graag terug laten komen hier op de site. Wat zou het toch mooi zijn als hier dan komt te staan ijstijd tussen haakjes 3. Als je daarop klikt zijn er 3 berichten binnen die categorie. Dat zou leuk zijn en dat kan. We gaan even kijken hoe. Ik ga nu gewoon naar alle berichten toe. Zo, en hier zie je het ook terug. Je ziet hier de 3 bestanden die ik heb gemaakt, of de 3 berichten. En daar staat ook categorieën. Zie je? Geen categorie. Dat ga ik veranderen. Hoe doe ik dat? Het kan op 2 manieren. De ene manier is open het bestand door simpelweg te klikken op de titel. En dan heb je hier, als het goed is, nog steeds staan categorieën. Het kan dicht zijn of open. Daar staat nu geen categorie. Die zet ik uit. Ijstijd zet ik aan. En ik klik op bijwerken. En dat is genoeg. Als ik nu weer klik op alle berichten, dan zul je ook zien dat hier bij de eerste, bij categorieën, ijstijd staat. En bij die andere 2 nog geen categorie. Een andere manier om het te doen is door hier op snel bewerken te klikken. Dat komt zodra je over het vak komt. Dan opent hij de boel en dan zie je hier ook in het midden de categorieën staan. Hup, hup, bijwerken. Doet precies hetzelfde. En nog een keer, hup, hup. Er zijn dus 2 manieren om die categorieën aan te passen. Nou goed, dan heb ik die categorieën aangepast, maar als ik nu het scherm ververs, zie ik totaal geen verandering. Dat kan kloppen. Ik heb nou wel een categorie toegewezen aan elk bericht. Maar ja, daarmee toont die nog niet een netjes lijstje. Hoe doe ik dat? Nou, een lijstje tonen, informatie tonen van de site, doe je met behulp van widgets. Net zoals deze, zoals je misschien nog weet uit de vorige les. En ik wil hier dus een widget aan toevoegen. Dus ga ik naar de widgets. Misschien weet je het nog wel. Weergave, widgets, klik daarop. En in dit geval gaat het weer om de sidebar waar ik hem graag wil hebben. En ik zoek hier uit de beschikbare widgets, en dat zijn er nogal een paar. 1 die wel erg opvalt, categorieën. Een lijst of drop-down met categorieën. Ik sleep hem waar ik hem wil hebben. Of ik klik erop en, nou goed, dat weet je misschien nog wel. Ik kan hem een titel geven. Als ik geen titel invoer, dan noemt hij hem gewoon categorieën. En dat vind ik op dit moment prima. En ik wil graag het berichtaantal tonen. Ga ook lekker spelen met die andere 2 opties om te kijken wat die doen. Geen probleem. Ik doe het nu even zo. Opslaan. En nu nog een keer verversen. En voilà. Categorieën en het woordje ijstijd. Klik ik op ijstijd, dan krijg ik een pagina die ontzettend lijkt op deze. Staat alleen boven categoriearchief, ijstijd. En daar staan al mijn berichten nu onder. Tenminste de berichten die vallen binnen die categorie. Zo kun je daar zo'n onderscheid maken. Goed, ik wens je weer heel veel succes toe en veel plezier met deze nieuwe widget. Succes!